Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering, of een gloednieuwe video eigenlijk. Het is weer tijd voor Draft League. Dit is het zoveelste seizoen, er zijn al veel seizoenen geweest. Wat jullie moeten weten is, ik ben twee keer achter elkaar eerste geworden. Ik ben de reigning champion, alleen deze keer heb ik er 0,0 effort in gestopt. Het is zelfs zo, het is niet helemaal mijn eigen schuld, dat komt omdat de hype is zeg maar helemaal naar beneden gekanteld. Dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, toen ik halverwege mijn team was van, nou weet je, er gebeurt toch niks, laat maar. En toen werd het opeens van, oh ja, we gaan het 1 februari is de deadline. En toen dacht ik, nou, dan duurt het nog 100 jaar voordat we gaan opnemen. Nou, dat klopt, het is vandaag 14 februari en ik heb vandaag de andere helft van mijn team klaargemaakt. Dus het is superleuk, maar ik vind het wel leuk en ik verwacht er niet te veel van. Ik word ook niet boos als het niet... Als ik het niet word. Er is natuurlijk maar wel maar weer één persoon waar we op moeten wachten. En dat zien jullie op het scherm. Dat is Sandring. Want zijn OBS loopt vast, lees ik hier. Dus ik ga dit maar een beetje vol lullen of ik knip het. Maar ja, knippen is niet mijn favoriete hobby, zoals jullie weten. Ik ga gauw in het wingen. Ik moet even kijken wat de rest mee... Oeh! Dat ging niet goed. Ik moet even kijken wat de rest meeneemt en dan gaan we het zien. Ik ben zeer benieuwd. Kom op, Sandring. Je kan het. Ah, dit gaat dus nog even duren, heb ik al gemerkt. Dus dan wordt het toch een knippie. Och, er gebeurt wat. Let's go! Team A tegen Team B. Chais is deciding the teams. Oeh, Chais en Milani. Maar we horen niet bij elkaar. We kunnen gewoon elkaar aanvallen. Dit wordt wel een dingetje. Wie gaan we meenemen? En met wie? Laten we Mousehold meenemen. Laten we Slitherwing meenemen. En laten we... Baxcalibur meenemen. Dom. Oké. Oh, wat de fuck, hij heeft een legendary, dat was ik vergeten. Oké. Yo, de dancing oma. Palafin en auto. Refrefroom. Mousehold en lelijke legendary. We zijn aan het communicating. Het zou Sander zijn internet kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat nog niet iedereen een aanval heeft gekozen. Want ik ben meestal best wel snel daarmee, als jullie de vorige seizoen hebben gezien. Suya withdrew Palafin. Suya sent out Grafeve. Een Grafeve bedoel ik. Mousehold doet tidy up. Ik doe het schoonmaking. Mijn speed en attack rose. Oké. Okay. Ah, earthquake voor alle drie. Dat is kut. Crit op mij. Wauw. Alleen ik ben niet dood. En ik ben sneller. Hij heeft lefties. Sander komt een Great Dusk. Shiny zelfs. Volgens mij zijn dit allemaal niet full IV.
Wat een vette shiny trouwens. Nee, ik ga niet terrestrialize. Population bomb. Ik ben als eerst. Als het goed is doe ik veel damage. Oh, dan ben ik blij dat ik niet voor die ben gegaan. I do it. Oké, wat gebeurt er dan? Ah, hij krijgt ook Technician. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Doei! De mousehold is in action! Chen Pao, oh dat is die vette. Swordfoon. Chise with Ru Ting Lu. Met Gagarnacle. AP gerestoord. Dat is gewoon voor. Oké. Oeh, dat deed veel damage. Nice. Kan switchen. Laten we voor die gaan. Ik heb mijn best gedaan om niet te kijken wat de derde Pokémon van Jordi is. Dit is balen. Ik denk namelijk dat ik niet zo snel ben. Warm, oké. Hey, die is vet. Sorry, I doodle. Oké. Hmm?
Darkenagel. Ja, ik dacht het al. Er moest iemand gaan terrestrializen op een gegeven moment. Oeh, hij wordt dragon. Oké, dat had ik niet verwacht. Nou, ik heb mijn Ice Dragon Pokémon bij me, dus dat is misschien niet zo erg. Oh, hij doet protect. Oké, dit is zonde, zonde. Want ik ben best snel... Oh, foul plate. Maar ja, daar was ik al bang voor. Op zich niet erg. Earthquake, ik ga terrestrializen. En toch doe ik geen step move, maar ik heb die terrestrialize even nodig. Dat is best wel damage. Ah, dat was niet slim. Had ik even gemist. Ik wist ook niet wat die ability deed, dus dat hielp ook niet. Substitute, oké. Oké, de Garganacle is dood. Tompas. Oh, dat is kut. Wanneer breekt hij nou die kutsubstitute? Dat wil ik zeggen. Deze gaat hij winnen, want als hij Drain Punch kan, dan one-hit KO't hij mijn Mousel. Super effective. Oh, ik ben asleep. Ja, dat wordt niks. Oh, wacht. Dat doen we gewoon Population Bomb. Ah, krijgen we dit ook nog? GG, well played. GG, well played. Perry is de winnaar van de eerste. Bedankt voor het kijken van de eerste battle. Er volgen nog twee battles. Dus ik zie je graag de volgende video. Adios, amigos.